بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alvorens ik de praktische zaken ga uitleggen die betrekking hebben op de wijze waarop wij onze dochters de hijab geleidelijk aan laten aantrekken, wil ik een aantal definities meegeven die zowel algemeen als specifiek de opvoeding betreffen. De opvoeding betreffen. En voornamelijk de opvoeding van de aanbidding en de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran al-Karim: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Echter, wees als rabbaniyin, middels hetgeen wat jullie aan het boek doseren en wat jullie studeren. Wat betekent Rabbaniyin? Rabbaniyin betekent volgend daarmee het systeem die de Heer, die jullie Heer heeft neergezonden. Dat is de ene betekenis. De andere betekenis is volgend daarmee het opvoedkundige systeem. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft opgevoed. Wat betekent opgevoed? Dat betekent dat hij ons in een bepaald systeem heeft geschapen waarzonder wij niet kunnen. Waarzonder wij niet kunnen leven en niet kunnen handelen, niet kunnen denken, niet kunnen opereren. Wat systeem heeft Allah subhanahu wa ta'ala geschapen? Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook een systeem neergezonden vanuit de Koran of middels de Koran en middels de Sunna, die het andere systeem, dus het systeem van de natuurlijke aanleg, ook aanvult, oftewel aanspreekt en vervolmaakt. Dus twee systemen. Het systeem van de natuurlijke aanleg en het systeem van de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah neergezonden heeft en die aangepast is aan de natuurlijke aanleg waarin Allah subhanahu wa ta'ala ons geschapen heeft. Ga je een ander systeem maken of ontwikkelen of filosoferen of uitkramen, dan zal dat niet passen bij het systeem waarin Allah ons geschapen heeft. Dat past niet. Want het enige systeem wat bij de natuurlijke aanleg past, dat is het systeem die Allah neergezonden heeft, de wetgeving die Allah neergezonden heeft. En daarom enige verandering of overbuiging in dat systeem, of toevoeging of verwijdering uit dat systeem, al is dat een minuscule zaak, dan zal dat niet meer passen bij dat systeem. Zal dat niet meer passen bij het systeem van de natuurlijke aanleg. En daarom is het ook belangrijk dat wij dat volledige systeem van de wetgeving ook aannemen en praktiseren. En daarom ben ik begonnen ook bij de moeders en de vaders. Dat zij dat zelf moeten liefhebben. En dat ze dat zelf moeten hoogachten. Want zonder dat zal absoluut niet de overdraging naar de kinderen op de juiste manier zijn. Ben ik weer.
Als we horen de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala, die niet Allah subhanahu wa ta'ala neergezonden is, of neergezonden heeft, ook te gebruiken voor de natuurlijke aanleg die, waarmee Allah subhanahu wa ta'ala ons geschapen heeft. En deze wetgeving, die is ook op een opvoedkundige wijze neergezonden. Op een opvoedkundige wijze neergezonden. En deze wetgeving heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons ook bevolen, middels die ayah die ik net genoemd heb, om op een opvoedkundige wijze ook te geven. Want als het niet op een opvoedkundige wijze gegeven wordt, dan zal het ook niet slagen. Sommige moeders die zeggen, kinderen van 5, 6, 7 jaar, die mogen de hijab niet aandoen. Want als ze de hijab aan gaan doen op die leeftijd, dan zullen ze later dat helemaal lastig vinden. Dit is een denkwijze die in strijd is met de natuurlijke aanleg, ook in strijd is met de wetgeving van Allah, maar ook in strijd is met het opvoedkundige systeem waarbij de wetgeving van Allah op de natuurlijke aanleg aangepast wordt. Dus in strijd met alles. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons dusdanig geschapen heeft dat wanneer wij dat jong lief hebben gehad, dat we dat nooit meer zullen verlaten, tenzij wij gemanipuleerd worden. Like. Sommige andere ouders die zeggen, nee, wanneer mijn kind ziet dat ik het zelf aan heb en ik vind het leuk, kijk hoe ver de shaitaan iemand kan krijgen, dan is dat een vorm van dwang, maar ik wil mijn kinderen niet dwingen. Dus ik zeg, ik heb het wel aan omdat ik oud ben, maar jullie hoeven het niet aan te doen omdat jullie nog jong zijn en jullie kunnen later nog beslissen of dat jullie het wel of niet willen. Omdat ik niet houd van dwingen. Dit is weer zo'n smerige en akelige mindset die de kinderen kapot maakt en vernietigt. Nog een andere gedachtegoed. Mijn kind, je bent nog geen puber, dus je hoeft de hijab niet aan te doen. Dus vrees niet. Doe wat je wil. Wat is dan de werkelijkheid wanneer ze puber wordt? Ja, nu moet je de hijab aandoen. Mijn neus, ma. Ga maar zelf de hijab aandoen. Of laat papa ook de hijab aandoen. Ik ga geen hijab aandoen. Ik vind het niet mooi. Waarom begin ik met deze zaak? Omdat dit verspreid is onder de moeders en de vaders. Omdat dit verspreid is onder de moeders en de vaders. En wij straks ook gaan inzien dat dit vernietigend is. Zuster, waarom draagt jouw dochter die 9 is of 8 is de hijab niet? Ja, nee, ik wil niet haar dwingen. Ja, ze moeten er zelf voor kiezen. Weer een smerige, akelige gedachtegoed. Ja, nee, ik vind haar nog te jong. Zij is ook jong van postuur. Dus ze hoeft nog niet de hijab. Ze hoeft die last nog niet te dragen. Wat hatelijk is dit. Wat afschuwelijk is dit. Dit is gewoon vernietigend voor het kind. Hetgeen wat ik nu voel, als jij dit nu niet voelt, dan moet je jezelf ertoe leiden dat je dit wel voelt, want dat is hetgeen wat Allah tevreden zal maken. Want dit soort gedachtegoed akelig is. Wat zijn de werkelijke goede zaken die wij horen mee te nemen?
behoren te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala bepaalde logica's heeft geschapen. De eerste logica is dat de ouders bepalen, mede bepalen, wat de godsdienst is van het kind. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, kullu mauludin, elk geboren kind wordt geboren met al-fitra, met de islam. Echter maken zijn ouders van hem een jood of een christen of een masdiist. Dus de ouders, of ze laten hem moslim zoals hij is en ze voeden hem op de juiste wijze op, of ze maken hem of ze vernietigen hun kind door van hem een ander te maken, of een libertijn, een fasiq, of zelfs wal-iyadu billahi al-kafir. Dus jij als ouders, als vader, als moeder, bent een zeer belangrijke, essentiële zaak in de opvoeding. Jij bent de bron voor jouw kind als het gaat om opvoeding. Want jouw kind kent geen andere omgeving, in ieder geval in de eerste 4-5 jaar, behalve jij. Kent geen andere bron behalve jij. Dus daarom is het belangrijk dat je weet dat het kind allereerst absorbeert als een spons is. En hetgeen wat je hem vertelt dat goed is, is ook goed. Hetgeen wat je hem vertelt dat niet goed is, is niet goed. En wanneer jij dat weet, dan betekent het dat jij ook jouw verantwoordelijkheid ook hoog moet dragen. En serieus moet nemen dat al hetgeen wat jij zegt tegen jouw kind dat goed is, zal hij ook meenemen. Slecht is, zal hij afstand van nemen. Dus daarom is het een grote verantwoordelijkheid voor de ouders. Een andere belangrijke zaak is dat Allah subhanahu wa ta'ala ons bevolen heeft, en zodoende ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om de godsdienst van het kind in de eerste zes jaren in hem in te planten, in zijn hart in te planten. Middels de hadith die ik net heb gezegd, maar middels ook een andere hadith. En dat is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wanneer jullie kinderen 7 bereiken, leert hen middels het gebed. Heel vaak wordt het verkeerd vertaald. Leer hen het gebed, dat is verkeerd. Leer hen middels het gebed. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat betekent dus, is het gebed het eerste wat het kind moet leren? Nee. Want is het gebed het eerste wat van de 5 zuilen is? Nee. Wat is er daarvoor? De shahadatein, de 2 geloofsgetuigenis. Dus dat betekent dat je in de eerste 6 jaren hem de beginselen en de belangrijkste aspecten van de 2 geloofsgetuigenissen duidelijk moet maken. Dat impliceert het bevel van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want wanneer hij gaat bidden, voor wie moet hij bidden? Hij moet dat al weten. Het moet al in zijn hart aanwezig zijn. Niet alleen weten, hij moet het ook daadwerkelijk al praktiseren. Zijn relatie met Allah moet aanwezig zijn. Dus je begint allereerst met hem kennis te laten maken met Allah en zijn belangrijkste eigenschappen. Allah, Al-Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Basir, Al-Sami'. Dat zijn de belangrijkste namen en eigenschappen van Allah. Dus Allah, de geweldige, de alziende, de alhorende, maar ook de meest barmhartige, de genadevolle, de voorziener. Die laat hem kennis maken met Allah. De schepper, al-Khaliq. Vervolgens laat je hem kennis maken met het systeem dat Allah tevreden wordt en ontevreden wordt. En wat krijg je als je tevreden wordt, als Allah tevreden wordt? De hasanat. Wat krijg je als Allah ontevreden wordt? De sayyi'at. En zwarte punten. En bij de hasanat krijg je ook
De witte punten in jouw hart. Ook al ben je een kind, krijg je witte punten en zwarte punten in je hart. Want jouw hart wordt gekneed. Maar je krijgt de hasanat, maar geen sayyiat. Omdat je nog niet belast bent. Vervolgens is het ook belangrijk dat het kind leert waarvoor zijn wij geschapen. Waarvoor zijn wij hier? En dat het kind leert wie zijn vijanden zijn. En hoe hij zijn vijand kan bestrijden. Hoe hij alert kan zijn voor zijn vijand. Dat moet een aanhoudende opvoeding die dagelijks 20, 30 keer herhaald wordt. En dan elke keer geleidelijk aan verbeterd wordt. Hij moet ook kennis maken met wie is de profeet sallallahu alaihi wasallam. Waarom horen wij hem te gehoorzamen? Dat is de relatie van ons tot de profeet sallallahu alaihi wasallam. Wat is de sunnah? Dat allemaal hoort hij in die eerste 6 jaar te leren en te kennen. Maar dat is toch veel te moeilijk? Nee. Als jij dat veel te moeilijk vindt, zorg ervoor dat iemand met kennis jou dan gaat begeleiden daarin. Want daar zijn pakketten daarvoor, ook voor ouders. Ook voor ouders. En daarvoor kun je Stichting Istiqama inshallah ook benaderen. En deze pakketten, Allahumma lak alhamd. En dit is ook middels het spreken over deze gunsten. Deze pakketten worden nu verspreid over de hele wereld. Er is een stichting die ook in Indonesië, in Maleisië, in Thailand, in Egypte, in Saudi-Arabië, verschillende instituten en academies en universiteiten hebben die dit gaan verspreiden. Dus dit is niet iets wat zeg maar een fantasie is of een theorie is. Nee, dit is vanuit de Koran en de Sunna gehaald. Wanneer jouw kind dit weet en ook weet dat al wanneer hij hasanaat krijgt, wat voor geweldige paradijs er is. En als er sayyiat zijn of zwarte punten zijn, wat het helvuur is. Dus hij moet Allah leren liefhebben, maar hij moet ook Allah leren vrezen. Naam, het kind moet leren Allah vrezen. Daarmee krijgt hij een wat? Een balans. Een balans. En dat al voor 6 jaar. Voor 6 jaar. En wanneer jouw kind jou ziet dat jij de hijab aantrekt. En dat jij de hasanaat wilt. En dat je dat ook uit. Ik wil de hasanaat. En ik ben heel blij omdat ik de hijab aandoe. En dat jouw kind jou ook ziet. Dat wanneer elke keer wanneer jij het gebed binnentreedt. Dat jij ook de hijab aandoet. Wallahi. Wanneer zij 2, 3 jaar is. Dan wil zij zelf de hijab aanhangen. Dan kan zij niet zonder meer. En ik heb het hier over kinderen. Niet alleen over mijn kinderen of de kinderen van mensen die ik ken. Of. Ik heb het hier over tientallen miljoenen kinderen die op deze wijze opgevoed zijn. Vanaf de Sahaba tot nu toe. Miljarden zijn dat onderhandelen. En dingen die ik zelf met mijn eigen ogen heb gezien. Bijvoorbeeld met mijn zusje. Mijn zusje was 3 jaar. Dat is meer dan 25 jaar geleden. Meer. En haar kleuterjuffrouw heeft haar heel vaak proberen te manipuleren. Mocht Allah haar het helvuur geven. Ze ligt al lang in het graf. Dus de leiding kan niet meer voor haar gevraagd worden. Heel vaak gemanipuleerd, zelfs het van haar afgetrokken en gezegd, nee, nu mag het niet, want je bent in de klas. En zij bleef huilen totdat ze terugkreeg. Zij bleef huilen, ze was 3 jaar, peuter, lieve juffrouw.
Zij bleef huilen totdat ze terugkreeg. Vervolgens werd er met de ouders gesproken. De ouders hebben gezegd, laat haar met rust. Zij kiest er zelf voor, zij houdt ervan. Waarom ga je haar alsnog ervan afhalen? Ja, maar ze is toch te klein. Nee, zij kiest voor deze kledij. Klein of groot, waarom zeg je niet tegen haar, ja, je bent nog te klein om schoenen aan te doen? Kijk hoe hier bewust de islam en moslims eigenlijk bestreden worden. Te klein. Dit is maar één voorbeeld. Eén voorbeeld. Wanneer iemand jou ziet, wanneer jouw kind jou ziet, de hijab aantrekken met liefde, zonder last, dat je er ook met liefde over praat, om Allah tevreden te stellen, nadat je ook dat systeem hebt meegegeven, dan zal zij zelf achter de hijab aangaan. Wanneer jij dan zegt, kom, we moeten naar buiten. We moeten bijvoorbeeld naar de tandarts, of we moeten naar oma toe, of we moeten naar opa toe, of wat dan ook. Waar is mijn hijab? Het eerste wat je dan zal horen, is waar is mijn hijab? Waar is mijn abaya? Waarom? Omdat je haar de hijab lief hebt laten maken. Hoe doe je dat? Doordat je duidelijk maakt dat degene die hijab dragen, dat ze heel veel worden beloond in het paradijs. Dat je ook meer gaat vertellen over het paradijs. Maar dat degene die geen hijab dragen, zij zullen het paradijs niet binnentreden. Zij zullen het paradijs niet binnentreden. Maar het kan zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala zelfs hen in het hellevuur doet verbranden. En zo geef je ook een balans tussen liefde en afschuw. Ja, maar moet je een kind van 4, 5 jaar gaan leren dat er ook dat Allah hart en bestraffing is? Gaat ze dan geen nachtmerries krijgen? Nee. Zoals we net hebben gezegd, Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze wetgeving aangepast aan de wat? Aan de wetgeving. Of aan de wijze van schepping. Dus ze zal absoluut geen nachtmerries krijgen wanneer je die balans ook inzet. En dat je dat doet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat je haar ook bijvoorbeeld wanneer ze 4 is, 5 is, dat je haar ook een aantal verhalen meegeeft over vrouwen die ook de hijab droegen, die ook heel veel geweldige zaken deden. Metgezellen, vrouwelijke metgezellen, vrouwen van bijvoorbeeld sultans of vrouwen van nobele mannen of vrouwen die geen mannen hadden. Daarvoor heb je heel veel verhalen in de geschiedenis. En dan zal ze zich daar meer toe aangetrokken worden. In plaats van dat je haar vertelt over wat? Yasmina, hè? Die Zania die ook op de Disney-films te zien zijn, die 3/4 naakt is. Of dat je haar nog een andere, allerlei andere smerige tekenfilms laat zien. Dat deze tekenfilms haar wat? Haar voorbeeld worden. Of van die Japanse tekenfilms waarbij zo'n meisje of meid ook 3/4 naakt is. Geen hijab, maar ook 3/4 haar, bijna al haar benen en haar handen en haar buik te zien is. Een van de bronnen van vernietiging voor onze kinderen is media. Multimedia en social media. Voor onze kinderen. We laten hen tekenfilms zien waarmee smerigheid normaal wordt. Waarmee zina normaal wordt. Waarmee tovenarij normaal wordt. Dat horen we direct te stoppen. Dat horen we direct stoppen. We horen haar enige bron juist de tekenfilms mee te geven. Die haar ook juist de verhalen over nobele vrouwen laat horen. En nobele mannen laat horen. Dat haar voorbeeld zijn. En wanneer dat gebeurt, dan zul je ook zien dat ook de jongens ook haar meer gaan stimuleren om de hijab te laten aandoen. En dat hoort ook een onderdeel te zijn van het gezin. Dus zorg ervoor dat je afstand neemt van elke media die ook
niet islamitisch is. En zeg niet, ik zie daar het slechte niet van. Zij is nog te klein. We hebben net gezien hoe smerig en onrein dit soort uitspraken zijn. Want een kind op dat moment ziet en hoort, dat is hetgeen wat dat kind ook normaal vindt. En zorg ervoor dat je haar niet neemt naar zwemles. Wallahi, degene die dat doen, die hebben hun kind vernietigd op allerlei wijze. Je neemt je kind naar zwemles. Ze gaat zichzelf volledig naakt showen. Volledig, volledig naakt showen. Al heeft ze een bikini aan. Al heeft ze andere burkini aan. Dat is niet toegestaan. Want zij is zelf naakt en zij ziet andere naakte vrouwen en naakte meisjes. Dat is niet toegestaan, beste broeder en zuster. Dat is vernietiging. Dat is het begin van sexting. Sexting begint bij de ouders. Wanneer jouw kind, wanneer zij 11, 12, 13, 14 is, zichzelf showt op TikTok of op social media aan een andere jongen, zodat ze zichzelf voorstelt aan hem, op deze wijze, op een blote wijze, dan heb jij dat veroorzaakt. Als jij haar naar zwemles hebt gebracht. Als jij haar naar andere ook voetbalclubs of andere clubs hebt gebracht. Waarbij ze ook zichzelf omkleden in de aanwezigheid van anderen. Ja, nee, maar mijn kind kleedt zich op een aparte kamer. Tayyip, maar in zo'n club zijn er nog veel meer andere slechtheden waar jij voor moet uitkijken en jouw kind voor moet weren. Ga je niet zeggen, ik zie daar geen slechtheid in. Dat is in strijd met de tevredenheid van Allah. Dan ben jij jezelf aan het plaatsen op de stoel van Allah. Kijk uit. Jij bent niet degene die bepaalt of dat daar slechtheid in zit of niet. Allah subhanahu wa ta'ala heeft al verboden dat jouw kind zich niet gaat mengen en hecht gaat mengen en gaat spelen en vriendschap gaat aangaan met kinderen die bijvoorbeeld Allah niet gedenken, die niet bidden, die niet weten wie Allah subhanahu wa ta'ala is. Dat is niet toegestaan. Daarmee ben jij eigenlijk een slecht voorbeeld voor jouw kind, waarbij je eigenlijk jouw kind niet meer leert hoe hij zijn vrienden en met wie hij speelt kan filteren. Want wat leert het kind op dat moment? Dus kijk uit voor clubs, kijk uit voor zwemlessen, kijk uit voor tekenfilms. Ja, maar mag een kind dan niet voetballen of moet niet sporten? Tuurlijk mag een kind sporten, maar zorg ervoor dat hij sport met de juiste mensen. Mag een kind geen tekenfilms kijken? Naam, kijk maar op elbunyan.tv. Elbunyan.tv, zorg ervoor dat je daar abonnement van wordt. En jouw abonnementsgeld is een vorm van donatie. Is een vorm van sadaqa jaria. En het is een alternatief. En daar heb je 25 live kanalen, islamitische live kanalen. Voor oud en kind en groot. Oud en klein afval. Maar je hebt ook meer dan 11.000 fragmenten of films en series die daar ook gezien kunnen worden. In Arabisch, in het Nederlands, in het Engels. Maar daar, dat is ook een platform, een multimedia platform voor zowel kinderen vanaf 0 tot ouderen boven de 16. Dus er zijn alternatieven. Elbunyan.tv. Er zijn er zeker alternatieven. Dus zorg ervoor dat je ook daarbij aansluit. En ga niet zeggen, het is mij niet gelukt. Ja, maar hoe zit het met social media? Ja, mijn kind heeft een telefoon. Ja, hoe zit het met Netflix? Ja, ik kan niet anders. Ik kan wel anders. Ja, hoe zit het met zwemmen? Ja, maar ze moeten, want we leven in een land waar heel veel water is. Ja, Tayyip. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou niet verplicht om haar te leren zwemmen. Dat is niet verplicht. En het is verboden om dat te doen op een haram wijze. Ja, maar er is geen ja, maar er is overtuiging en jezelf overdragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat, we hebben net gezien wat we niet moeten doen in die eerste 6 jaar en wat we wel moeten doen in die eerste 6 jaar.
En dan zul je zien dat jij geen enkele moeite hoeft te nemen. En dat geef ik jou op het hart. Dat geef ik jou met hoge garantie. Vanuit Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je geen enkele moeite hoeft te nemen dat wanneer zij 7 wordt, dat je haar het over de hijab gaat bevelen. Want dat heeft ze al aangenomen. Dat is al een deel van haar. Wanneer je dus uitkijkt naar wat ze kijkt, wat ze ziet, haar vrienden, wat jij zelf zegt en doet, enzovoorts. En vanaf 7 jaar dien je haar de hijab nog meer te bevelen en nog serieuzer haar te laten omgaan daarmee. Door haar nog meer duidelijk te maken wat de gevaren zijn van het niet dragen van de hijab. En die hebben daar een aantal daarvan in de vorige lezing meegenomen. Tot 10 jaar ga je haar blijven stimuleren en waarschuwen, stimuleren en waarschuwen. Vanaf 10 jaar, dan wordt het menes. Want je moet haar voorbereiden op haar puberteit. Dan ga je haar bestraffen als ze de hijab niet aandoet. Je laat haar niet naar buiten gaan als ze de hijab niet aandoet. Je controleert haar buiten. Je monitort haar. Je blijft ook vermanen en stimuleren. Dat is heel belangrijk. Totdat ze puber wordt. En dan is het echt menes. Want dan is zij zelf individueel verplicht. Maar jij bent verplicht om haar het lief te laten hebben voor 6 jaar. En vanaf 7 jaar ben jij verplicht om haar het te laten aandoen. Ter voorbereiding op haar puberteit. Dit is de islam, beste broeders en zusters. Dit is de opvoedingssysteem van de islam. En ik heb het kort gehouden omdat we ook bijna moeten gaan bidden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk maken. En als er vragen zijn, dan kunnen deze inshallah na het gebed of na de pauze inshallah gesteld worden. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. En hoe je een oudere kind vanaf 12 en ouder kan stimuleren, dat kunnen we wellicht ook in de vragen meenemen inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We hebben het net gehad over de praktische geleidelijke invoering van een hijab bij de dochter. Echter zijn er nog een aantal belangrijke zaken die ook meegenomen moeten worden hierin. Een heel belangrijke zaak is namelijk ook de geleidelijkheid in het aanspreken van de dochter richting de hijab, vooral met betrekking tot de wijze waarop ze met het andere geslacht omgaat. Voor 6 jaar hoort de dochter te weten dat het namelijk niet een normale zaak is dat meisjes en jongens samen zijn en samen spelen en samen werken of samen studeren. Dat hoort eigenlijk vanaf 4 jaar te beginnen. Vanaf 4 jaar hoort de meisje gedemotiveerd te worden om samen te zijn met een jongen. En dat ze gestimuleerd wordt om samen te zijn met meisjes.
En dat doe je door duidelijk te maken dat Allah subhanahu wa ta'ala niet houdt van het feit dat meisjes met jongens spelen. Maar dat Allah subhanahu wa ta'ala houdt van het feit dat meisjes met meisjes spelen. Meisjes met meisjes spelen. En jongens met jongens. Dit doe je ook met de jongens. Vanaf 4 jaar. Vanaf 4 jaar. En als je het goed hebt gedaan, als je het eerder goed hebt gedaan, waarbij ook oudere kinderen aanwezig zijn, die dat ook al meegekregen hebben, dan zal het kind ook in een jongere leeftijd dit meenemen. Dit meenemen. Dit moet je ook meegeven, dat het niet alleen thuis zo hoort, want vanaf 5 jaar is hij leerplichtig en hoort hij naar de school te gaan, maar dat dit ook op school is. En dat de meisje niet mee naast een meisje mag zitten, of naast de jongen mag zitten, en dat de jongen niet naast een meisje mag zitten. Omdat dit Allah subhanahu wa ta'ala tevreden maakt. Dat doe je natuurlijk nadat je het kind duidelijk maakt wat betekent de tevredenheid van Allah. En wat betekent ontevredenheid van Allah. En zo ga je tot 5 jaar. Vanaf 5 jaar ga je haar, dus ga je het meisje, nog meer demotiveren om naast een jongen te zijn. Of om hem aan te raken. En andersom ook. Tot 7 jaar. Vanaf 7 jaar verbied je het meisje, jouw dochter, om samen te zijn met de jongen. Samen te spelen met de jongen. En maak je ook duidelijk dat ze helemaal niet samen mag zijn met een jongen zonder dat er iemand anders erbij is. Dus al-ghalwa. Dat al-ghalwa verboden is. Oftewel dat een jongen en een meisje alleen in een kamer zijn. En dat zij altijd, als zij überhaupt, als het noodzakelijk is om samen te zijn, of nodig is om samen te zijn in een kamer, dan hoort er een derde erbij te zijn. Je maakt ook duidelijk waarom dat het geval is. En dat de shaitaan, zodat de shaitaan dus niet zijn influisteringen kan verrichten. En diegene die erbij is, hoort ook een moslim te zijn die Allah subhanahu wa ta'ala vreest. En niet zomaar iemand die hem niet uitmaakt wat er ook daar gebeurt. Wat ook heel belangrijk is, is dat de monitoring van eigen daden ten aanzien van Allah subhanahu wa ta'ala ook meer wordt. Dus dat men zijn daden meer gaat controleren met de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Want het is een algeheel systeem. Totdat je zelfs, zoals we net hebben gezegd, vanaf 7 jaar dus dit volledig verbiedt. En ook duidelijk maakt dat men geen contact meer mag maken met vreemde mannen. Vanaf dat moment hoor je ook duidelijk te maken wie zijn vreemde mannen en wie zijn vreemde jongens. Het kan ook zijn dat het haar neef is, die ook vreemd is. Want die kan ook met haar trouwen later. De seksuele opvoeding, die hoort dan op dat moment vermeerderd te worden. De seksuele opvoeding begint eigenlijk al vanaf 0 jaar. Maar dat is nu niet ons onderwerp. Maar vanaf 7 jaar hoort dit nog strakker ingezet te worden, gecommuniceerd te worden, duidelijk gemaakt te worden. En zo ter voorbereiding op de op 10 jaar en 10 jaar ter voorbereiding op de puberteit. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala, dit is weer in het beknopt, maar mogen Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk maken dat we
inshallah, dit gaan praktiseren. Ik luister naar de vragen die er zijn, inshallah.